zegt, oké, het is tijd voor Disney. Ik weet niet. Ja, nee, meneer Kaktus wel. We zijn hier in Euro Disneyland, vlakbij Parijs. Ja, en we gaan kerstmis vieren. Meneer Kaktus ook wel. Met Mickey. Met wie? Met Mickey en zijn vrienden. Oh, kijk daar. Die kerstboom. Oh. Ja. En dit is de hoofdstraat. Ah, wat lekker dat we er zijn, hè? Ja. Maar Kweetniet heeft het niet helemaal begrepen. Hoe bedoel je? Nou, hij denkt zeker dat we hier een jaar blijven, van kerst tot kerst. Hé! Hey. Hallo, Mickey! Ik ben zo gelukkig geweest. Dit wordt werkelijk het mooiste kerstfeest van mijn leven. Van mijn leven? Van mijn leven! Moet je voorstellen. Het eten, de kaarsen, de sfeer, de pret. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Oh. Een uitnodiging! Een innodiging! Een uitnodiging! Voor een kerstfeestfeest. Feestfeest! Feestfeest! Op het kasteel van Dora Roosje, vanavond. Hoi, 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 hoi! Ik kan bijna niet wachten. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik zal wel moeten. Iedereen is druk bezig om alles voor het feest in gereedheid te brengen. Dus we moeten maar eens kijken of we een handje kunnen helpen. En dan komen natuurlijk ook een aantal fantastische filmfragmenten. Zou ook niet echt kerstmis zijn als Donald niet iets had om zich over op te winden. Ja, het is ook geen wonder, want Donald heeft geen uitnodiging gehad voor Mickey's kerstfeestfeest. Hij denkt dat het komt omdat hij altijd alles fout doet. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Ik weet niet. Ja, dat weet meneer Kaktus ook niet. Maar we moeten eerst eens zijn koffers kwijt zien te raken. Het zijn trouwens allemaal jouw koffers, ik weet niet. Was in de koffers van meneer Kaktus en mevrouw Stemband? Ik weet niet. Nou, die konden er niet meer bij. Hallo, Minnie. Oh, wat goed dat je bent gekomen. Kun je mij helpen om iets uit te zoeken om voor op het feest aan te trekken? Want kijk, mijn koffer is niet meegekomen. Deze zijn allemaal van Kweetniet. Zoals jullie je nog wel zullen herinneren, had Assepoester eenzelfde soort probleem als mevrouw Stemband. Kijk, zij werd namelijk uitgenodigd voor bal om de prins van haar leven te ontmoeten. En wat gebeurde er? Ik weet niet. Maar ze had niets om aan te trekken. Nou, was ze handig genoeg om even een jurkje in elkaar te flansen. Maar ja, haar stiefmoeder en haar stiefzusjes, die gaven haar absoluut geen tijd ervoor. Maar ze kregen op het laatst toch nog hulp. Ja, ze kregen hulp van haar vriendjes, de vogels en de... Muisjes. Muisjes. Oh, kijk! Wat een mooie kralen! Stil nou! Kneukel, kneukel, kneukel! Het is al bijna kerstmis! Maar wat doen al die sokken daar van Mickey en zijn vrienden? Ik weet niet. Dat weet ik altijd wel. Kijk, de kerstman, die doet de cadeautjes in. Oh. Ja, laten we onze sokken ook op gaan hebben. Ja, ik wil wel een cadeautje. Maar ik weet niet. Ja, dat weet ik. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Dat is niet goed. Je moet hem aantrekken. Je moet hem ophangen. Kijk. Goofy, Minnie, Winnie de Poel en Mickey. Alle sokken hangen klaar. Reken maar. Behalve die van Donald. Ja, Donald heeft nog steeds geen uitnodiging gekregen. En door zich een beetje uit te sloven en behulpzaam te zijn, hoopt hij dat zijn vrienden hem toch zullen vragen. Hij probeert een wit voetje te halen. Een wit snoetje te halen? Ja, nee. Het is een wit voetje te halen. Ik weet niet of dat helpt. Het volgende filmfragment. Beste vent. Dankjewel.
is een film en die is spiksplinternieuw. Spiksplinternieuw? Ja. De drie musketiers met... Kiefer, Sutherland en Charlie Sheen. Die heb ik al gezien. Dat kan niet, want hij is net oud als nieuw. Nou, het verhaal is van Alexander Dumas. De hoofdrolspeler, D'Artagnan. Hoe heet die man? D'Artagnan. Ja, die dus probeert een van de musketiers te worden van de koning. Nou, zwaardgevechten, list en bedrog. Romantiek. Ik word ziek. Waar word jij ziek van? Hey, wacht eens even. Wat gebeurt daar? Waar zijn de kerstkousen? De kletskousen. Nee, de kousen voor de cadeautjes. Lolo, wat doe je nou? Die kousen waren daar niet opgehangen om te drogen, maar voor de kerstman. Kerstkousen moet je niet strijken. Wat ruik ik? Oh, Donald, je schroeit ze. Nee, dit is onze kous. Het is maar te hopen dat de kerstman een cadeau brengt dat groot genoeg is om niet door dat gat in die zon te vallen. Maar ja, nu dan terug naar de drie musketiers. Goed, D'Artagnan heeft drie mannen uitgedaagd, maar hij weet niet wie die drie werkelijk zijn. You're a musketeer? We're all musketeers? You choose your opponents well. Hey, dit is natuurlijk het seizoen voor schaatspret. En wie allemaal niet ziet voor het Hotel New York op het ijs? Ik ga op reis. Nee, blijf nou hier. Blijf. Ja, maar ik ben helemaal niet zo'n goede schaatser. En bovendien moet ik me gaan verkleden voor het feest. Ze kan niet schaatsen. Ik weet niet. Meneer Kaktus wel. Ja, maar ik moet toch niet te laat komen vanavond? En bovendien is het hier koud. Oh nee, wat een zeurtje. Neus met de peurtje. Kom. Hey, tijgertje. Oh, tijgertje, kijk uit. Nou hebben jullie hier zo'n poekie van eigen deeg. En in het volgende filmfragment speelt Winnie de Pooh met zijn vrienden ijshockey met een koekie. Oh. Hey, anybody want to play ice cookie? Isn't that ice hockey, Roof? What kind of bait do you use? Oh, wat doe je nou? We moeten nou toch echt wat cadeautjes gaan kopen, hoor. Ja, nou dat kan hier wel, dunkt mij. Ik weet niet. Ja, dat zie je toch. Je kunt die prachtige dingen kopen. Kom op, laten we gaan kijken. Zoveel keus. Jeuk aan mijn neus. Minder. Nou, wat zullen we kopen? Hallo. Dat is een mooi tapijtje. En een mooi cadeau. We kopen het. Okido. Ja, kopen het. Ja. Nee, dat tapijt. Hier, heb ik wat geld voor je. Oké, kom. We hebben een tapijt. Hé, daar gaat Aladdin. En hij wordt achtervolgd door die ellendige Jafar. Als dit nou een vliegende pet zou zijn, dan was hij gered.
Het was een liggende bijt. Hallo. Net als het tapijt wat Aladdin heeft gered toen hij in de grot der wonderen zat. Ja, ik ben blij voor Aladdin, maar ik ben wel maar een cadeautje kwijt. Ik weet niet. Dat zeg je toch even nog weg. Die kant op! Aladdin. Abu! Nee! Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Waarvoor? Daarvoor. Voor Mickey's kerstfeestfeest. Feestfeest? Feestfeest. Maar hoe zit het eigenlijk met Donald? Jones? Nee, Duk. Die heeft nog steeds geen uitnodiging, dus hij probeert hier wat te eten, want vanavond krijgt hij niets. Oh, zit dat zo? Hey, Donald! Donald! Ik bedoel, dat is wel heet, maar er zit geen knopje aan om het zachter te zetten. Wat voelt dat? Ik weet niet. Zie je nou? Wat ik bedoel. Een smerig gevoel. Lekker in het troe. Ik heb zo'n zin in het kerstfeestfeest. Feestfeest? Ja, feestfeest. Hey, zullen wij vanavond samen een dansje wagen? Ik weet niet. Afgesproken. Voetjes van de vloer. Zal vast gaan oefenen? De horenpiep. Is dat hier een beetje ouderwets? Ik bedoel, jongens, we leven in de 90e jaren. Hier dansen wij niet op. Dansen wij niet op. Als jullie denken dat jullie nu alles op dansgebied hebben gezien, dan heb je het mooi mis. Want kijk maar eens even naar een filmfragment uit Heksen en Bezemstelen. Hou op! Hou op! Hou op! How pleasant, bobbing along on the bottom of the beautiful briny sea. Bobbing along, singing a song on the bottom of the beautiful briny sea. Pluto. Hey, Pluto, wat ben je aan het doen? Moet je niet naar het feest? Ik bedoel, het feest is op het kasteel. En dit is Cottonwood Creek Ranch. Cottonwood Creek Ranch? Nee, Cottonwood Creek Ranch. Maar volgens mij probeert hij duidelijk te maken dat dit zijn nieuwe huis is. Dat kan toch niet, Pluto? Het is een eindehok. Jokkebrok. Nee, echt een eindehok. Volgens mij is hij gewoon nog een beetje in de war.
Nou, dat is wel logisch als we namelijk naar het volgende fragment gaan kijken. Hé, hey, Pluto, kop op. Kop op. Ja. Kop op. Ja. Kop op. De beste hond. Hé? Ja. Eindelijk kunnen we ons gaan voorbereiden op het feest. Gaat het wel goed? Weet niet. Het wordt al aardig donker. Bent u bang in donker? Meneer Kaktus is nooit bang in donker. Weet niet. Ja, dat weet meneer Kaktus wel. Kom op, we gaan. Neemt u ons niet kwalijk, meneer, maar we zijn de weg kwijt. We willen naar het feest in het kasteel. Ik ben schreeuw. Weet u ook hoe we daar moeten komen? Met een bezemspeel? Is die ook al schreeuw? Meent u dat nou echt? Ik ben geen heks. Hij ziet ze vliegen. Ja, u ziet ze vliegen. U mag niet liegen. Was je nou echt of was je nou niet echt? Ik weet het niet. Misschien was het wel een lichtspiegeling. Ja, maar wat moeten we met dit ding? Nou, ze doen meestal zoiets. Paddenratten, kikkerkop, bezemsteeltje, vlieg maar op! Au, kan het nou? Kijk, in gevallen als deze heb je de neiging om meteen weg te rennen. Weg te vluchten. En dat overkomt ook bellen. Bellen van het beest. En ze vlucht en ze vlucht. En haar wacht een reis vol gevaren. Wat doe je hier? Het spijt me. Ik heb je gewaarschuwd hier nooit te komen. Ik keek alleen maar rond. Besef je wat je had kunnen doen? Oh, en dank je dat je me hebt gered. Geen dank. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen. En iedereen is op weg naar Mickey's Kerstfeestfeest! Ik weet het zeker. We staan aan het begin van een onvergetelijke kerst. Hallo, Donald! Ga je boodschappen doen? Is dat je lijstje? Dingen die nodig zijn voor Donalds prettige kerstdagen, omdat ik niet voor het feest ben uitgenodigd. Oh, wat zielig. Oh, wat zielig. Een heel, heel grote doos bonbons om mezelf op te vrolijken. Een kerstcadeau voor mezelf, omdat ik van niemand iets zal krijgen. Dit is echt te gek voor woorden, Donald. Wacht eens even. Dit lijstje is geschreven op de achterkant van een envelop. En volgens mij zit er nog een brief in. Hey. Kijk, een uitnodiging voor Mickey's kerstfeestfeest. Feestfeest. Ja, feestfeest. Yeah. Zie je nou wel, Donald, dat je vrienden je met kerst niet alleen laten? Hey jongens, dat zouden jullie toch nooit doen, hè? Nee. Nou, maar voordat we nu naar het feest gaan, ja? Krijgen we eerst een stukje film. En dat is werkelijk ieders favoriet. Liefdesverdriet. Nee, geen liefdesverdriet. Het is Baloo. Baloo zingt in het Jungleboek een stukje en dat heet Wat je van beren leren kan. Yeah! Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan. Oh man, dit is de hemel. Thank you.
sta ik dan op mijn goede gedrag. Iedereen heeft plezier, iedereen is aan het dansen, zoals Donald. En mevrouw Stemband en Kweetniet, en ik sta hier, prachtig in het pak. En niemand heeft me nog gevraagd. Ik bedoel, het zal me toch niet overkomen. Ik ben een cactus dat op het kerstfeest feest. Dat niemand, maar dan ook niemand mij vraagt voor een dansje. Oh nee. Assenpoester! Vanuit Euro Disneyland bij Parijs wens ik iedereen prettige kerstdagen, een gelukkig nieuwjaar en tot de volgende...